Hey allemaal, ik ben Vicky Vermeijren. Welkom bij alweer een nieuwe video. In deze video gaan we het eens hebben over waar een marketingactieplan nu eigenlijk goed voor is. Een marketingplan is echt onmisbaar als je je zaak doelgericht wil laten groeien. Het is belangrijk om jaarlijks je doelen te bepalen, je sterke en je zwakke punten te overlopen en natuurlijk vast te leggen wanneer je wat gaat doen. Maar dat gaan noteren is één ding, maar die acties ook effectief uitvoeren, dat is vaak wel iets anders. Als je merkt dat je klantenstroom vaak met pieken en met dalen gaat, dan is daar vaak een vrij logische verklaring voor. Je zit namelijk in een dal. Je hebt weinig klanten en het is niet zo heel druk in je salon. Dan ga je ervoor zorgen dat je heel veel aan marketing doet. En dan ga je heel veel acties ondernemen waar je meestal niet zo goed bij nadenkt. Dus je gaat vaak veel geld uitgeven om je zaak terug te laten draaien. Logischerwijs zit je de maanden daarna terug op een piek. En daar zit je best wel comfortabel. Je voelt je daar goed en je denkt, goh, mijn zaak draait hier eigenlijk heel goed. Waarom zou ik nog zoveel tijd besteden aan marketing? En je voelt me al komen, het dal is dan weer niet ver weg. En dan begin je terug natuurlijk om terug op die piek te raken. Nu, met een goed marketingactieplan dat je ook echt gaat gebruiken om acties goed te gaan inplannen en te gaan uitvoeren, zorg je ervoor dat die pieken en die dalen iets meer gaan afvlakken. En dat je eigenlijk niet meer telkens bijna in paniek moet schieten en uit een paniekreactie veel aan marketing moet gaan doen om toch maar opnieuw klanten in je salon te krijgen. En ik heb daar een heel leuke tool voor. Tada! Hier is die dan, de Marketing Kalender en Planner voor 2017. Die heb ik ontwikkeld in samenwerking met Marketing voor Schoonheidssalons. Dit is eigenlijk een echte tool die je kan gebruiken om je marketingacties goed te gaan inplannen. Ik ga even laten zien wat er allemaal in staat. Eerst en vooral begint elke maand met een overzicht van die maand. Dus dit is bijvoorbeeld januari en dan ga je al zien dat daar natuurlijk nieuwjaar in staat. Dus alle belangrijke feestdagen worden in hun vermeld. Maar ook leuke inhaakdagen. In januari zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn Blue Monday of Chinees Nieuwjaar. Dus dat zijn dagen die wij niet per se zien als feestdagen, maar die je wel eens kan gebruiken om op te vallen. Om eens iets anders te doen dan alle andere salons in je regio. Dus die inhaakdagen, zoals we ze noemen, die staan daar ook in vermeld. Onderaan, elke maand, geven we dan ook een aantal tips om die maand eigenlijk extra leuk te maken. En die je dan die maand kan gaan gebruiken om bepaalde dingen in je salon te gaan uitlichten. Dus dat is pagina 1 van elke maand. En daarna volgt er voor elke maand een toolblad. En hier kan je eigenlijk echt je acties goed in gaan plannen. Eerst en vooral kan je dan jouw ideeën gaan noteren. Welke producten wil je in de kijker zetten? Welke behandelingen zou je graag eens in de kijker willen zetten? Ga je daar dan korting op doen? Zijn er bepaalde feestdagen waar je rond wil werken? En waar je bijvoorbeeld één dag rond wil werken of bijvoorbeeld een hele week rond wil werken? Dat kan je hieronder gaan noteren. Daaronder kan je gaan aanduiden hoe je die actie gaat promoten. Bijvoorbeeld via je website, via Facebook advertenties, of bijvoorbeeld eens een flyer of een sms'je sturen. En je kan dan ook nog een klein beetje aanvullen. Dus dat kan je dan eigenlijk makkelijk gaan aanduiden. En zo vergeet je niet om van elke actie ook echt alles er ten volle uit te halen. Vaak zie ik dan, als er een actie komt, dat dan eens één keer op Facebook wordt geplaatst. En that's it. Dat is eigenlijk doodzonde. Dus deze tool gaat je erbij helpen om te kijken wat je nog allemaal kan doen met die bepaalde actie. Daarnaast ga je eens gaan bekijken wat je nodig hebt om die actie te gaan uitvoeren. Je hebt bijvoorbeeld foto's nodig. Ga je die zelf nemen of ga je kiezen voor stokafbeeldingen? Moet je nog een tekst schrijven bijvoorbeeld? Dan kan je dat daarop aanduiden. Daaronder kan je ook nog eens effectief gaan inplannen wanneer je welke acties gaat doen. En onderaan heb je dan nog een klein plaatje
om notities in te bewaren. En zo gaat dus eigenlijk elke maand behandeld worden en kan je eigenlijk voor elke maand je eigen echte actieplan op poten stellen. Hoe kan je deze marketingkalender en planner voor 2017 bestellen? Super makkelijk, surf gewoon naar vickyvermeijeren.be, klik op de webshop en dan kan je hem daar makkelijk terugvinden en dan sturen we hem zo snel mogelijk naar je toe. Of je nu deze marketingplanner gebruikt, ja of nee, zorg ervoor dat je al je marketingacties op voorhand al voor een heel jaar eens op papier hebt staan. Op die manier ga je je acties ten volle naar buiten kunnen brengen en ga je minder tijd en geld verliezen aan acties die toch maar last minute zijn bepaald en die toch niet zo heel goed gelopen zijn. Vermijd dat. Maak op voorhand een goede planning en zorg ervoor dat je lang op voorhand beslissingen neemt en dat je je acties echt ten volle kan promoten. Voor meer informatie, ga naar vickyvermeijeren.be. Schrijf je in voor de nieuwsbrief als je op de hoogte wil blijven van de laatste tips en tricks. Ik wil jou natuurlijk alvast hartelijk bedanken voor het kijken en ik zie je heel graag terug in een volgende video. Dag!